En het ministerie van Volksgezondheid zegt dat malaria en dengue goed gemonitord worden. Minister Amar Ramadien geeft aan dat het ministerie op haar hoede is, omdat het nu regentijd is en de muggen erg actief zijn. Hij zegt dat de focus van het ministerie niet alleen ligt op de COVID-19-pandemie, maar dat andere zaken die de gezondheid van de gemeenschap kunnen kwetsen, ook in de gaten worden gehouden. De bewindsman vindt wel dat de voorlichting over malaria en dengue opgeschroefd moet worden. Dus er zijn commissies, er zijn werkgroepen binnen het ministerie die allemaal hun specifieke subgroepen hebben, hun specifieke risico-analyses maken op basis van de cijfers. We houden ook rekening met het weer, het is een mosquitoperiode nu. We houden het goed in de hand, voorlichting moet opgeschroefd worden. De verschillende taskforces en werkgroepen met betrekking tot malaria zijn ook in place. Er is goede afstemming met medische zending om snelle monitoring en identificatie te doen van mogelijke kleine epidemieën. Dus al deze zaken zijn ongoing processes. Dus los van COVID, maar iedereen werkt en tot nu toe wordt onder controle. Op het moment dat er iets mag zijn, dan gaan we alarm slaan. Maar de maatregelen en voorzieningen worden getroffen. En dat was dus minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Hij stond woensdag journalisten te woord voor de ministerraadsvergadering.